Thank you.
Thank you.
Hallo! Hoi! We gaan ietsje later beginnen. Overal staat om 7 uur. We gaan een kwartiertje later beginnen. We hebben nog twee banen in de verdu. Niet heel handig, maar goed, het is nou eenmaal zo. En die wil ik eigenlijk eerst af hebben. Er lopen ook nog wat mensen binnen, dus we hebben nog even ruimte om even een plekje te zoeken. Over 2 minuutjes gaan we los.
hebben de zon. Thank you.
Thank you.
Goedenavond allemaal. Welkom bij deze weer prachtige avond vol met sportsgeweld. De tribunes zitten alweer goed gevuld en nog steeds druppelen de mensen binnen, dus het wordt ook tijd om inmiddels om weer te gaan uitrijden. Hebben we wel weer gezien, dus we gaan die moeten maken, denk ik, voor de volgende keer. Ja, dat is wel heel mooi gebouwd, maar het zal eruit moeten, ja. Top dat jullie er allemaal zijn. We gaan beginnen. Iedereen heeft meegekregen, laten we daar dan meteen ook een streep onder zetten, dat Rami Ashour vanavond helaas niet hier is. Die is geblesseerd geraakt. Wel hebben we alweer een nieuwe datum gepland, die gaan we binnenkort aankondigen. Dus hij gaat zeker nog komen. Maar het mooie daarvan is dat de avond er niet minder op is geworden, want we hebben nog steeds gigantisch veel sportschoppen in huis. De nummer 8 van de wereld, de nummer 15 van de wereld, de nummer 40 van de wereld. En het mooie aan deze avond is dat er ook lokale toppers, zowel van ons als van onze tegenstanders, in actie zullen komen. En dat is wel heel gaaf. We gaan straks dus de tegenstanders en alle spelers introduceren. Maar omdat we het natuurlijk eigenlijk ons als doelstelling hebben opgelegd om het iedere keer net een beetje groter te maken, of een beetje spectaculairder te maken, zijn we begonnen met openingsact. Daarvoor hebben we gekeken wat is nou heel gaaf om te doen. En zo zijn wij uitgekomen bij drie hele jonge dames, hele getalenteerde dames. Zij beoefenen een acrogym. En er is mij gevraagd om daar even wat over te zeggen. Ik heb ze al netjes uitgekiept. Ik zeg, nou dat doe ik wel uit mijn hoofd. Want het leuke is namelijk dat het verhaal wat zij daaromheen vertellen en hoe dat tot stand gekomen is, heel erg gelijk is aan die van ons. Wij zijn sinds kort onder de vlag Topscores Noord-Nederland. Om daarmee alles weer naar een hoger plan te tillen. Zij zijn van Acro Noord-Nederland. Academy Noord-Nederland. Ze hebben nog een heel duur woord tussen. Dat hebben wij dan net weer niet. Kunnen we niet betalen, joh. Nee. Het is wel heel gaaf om te zeggen dat dat net als ons een kleine sport is, maar heel erg groeiende is. Deze dames hebben onlangs de EK-limiet gehaald. Hebben vorig jaar al op een WK gespeeld. Dus wij hebben wereldtoppers in huis wat sport betreft, maar ook zeker wat acrogym betreft. Dus ik wil zonder daar heel veel woorden aan te maken, wil ik ze heel graag de baan oproepen. Geef een heel groot applaus voor Inge, Marieke en Robin van Acrogym Academy Noord-Nederland. Yeah.
Ja. Nou, DVS, waar zijn jullie? Nou, kom eens eraf. Goed, dat was wel ontzettend gaaf om te zien. Super tof. Dames, bedankt. Tot zometeen, want we gaan natuurlijk even met z'n allen op de foto. Kunnen we ze ergens volgen? Hebben we Facebook? Hebben we Instagram? Agro Academy, volgen. Goed, dan gaan we over naar de andere wereldtop, het sportgeweld. We gaan beginnen met de tegenpartijen uiteraard. Vanuit Twente zijn ze hier. Landskampioen van vorig jaar. Koploper dit jaar. Dus er staat ons een ontzettend zware taak te wachten. Ik ga ze stuk voor stuk aankondigen. Ik begin met hun nummer 3. Mag ik een heel groot applaus voor hun lokale held. En nummer 20 van Nederland. Bastiaan Meulenbelt. En ze hebben een complete Duitse top meegenomen. Op nummer 2 speelt ook nummer 2 van Duitsland. En nummer 40 van de wereld. Geef hem een groot applaus. Rafael Kandra. En Derek krijgt een hele zware taak tegen deze nummer 1 van Duitsland en nummer 8 van de wereld, Simon Rosner. Goed, en dan over naar onze helden. Mag ik een heel groot applaus? Hij maakt zijn debuut hier vandaag voor eigen publiek. Onze zesvoudig clubkampioen, Derek Kuipers! Het grootste talent van Nederland komend jaar. Hij is 17e van Nederland. Hij heeft onlangs gewonnen van Mark Terschuis, dus dat belooft nog wat voor het NK van volgende maand. Geef hem een groot applaus, hier is hij, Thijs Rijkerts! En onze kopman, vaste waarde, elke thuiswedstrijd is hier tot nu toe bij geweest. De nummer 14 van de wereld, geef hem een groot applaus, Derek Sander! We gaan even een klein foto-momentje doen uiteraard. En terwijl dat gebeurt, kan ik jullie mooi even bijpraten over de komende dagen. Geef ze nogmaals een groot applaus. De dames van het AKG Academy Team. De avond gaat er als volgt uitzien. We zullen zo meteen openen met de nummers 3. Derek tegen Bastiaan. Daarna zullen we een korte pauze inlassen om even te plassen. Dank u. Dan gaan we verder met onze nummers 1. Foto maken. Dan gaan we verder met de nummers 1. Derek Selby tegen Simon Rosner. En als klapper op de voetbal zullen we afsluiten met onze eigen held Thijs Rijkerts, die wel een hele zware test krijgt vandaag tegen de nummer 40 van de wereld. Maar hey, we gaan het zien en met de juiste aanmoedigingen komt dat helemaal goed. Dankjewel, ik wens iedereen een ontzettend fijne avond. Dat blijft duidelijk. Ik kan nog net. En tot later. Thank you.
Thank you.
Thank you.
4, 6. Thank you.
puntenlijn met 1-0. Hier, we gaan weer beginnen. Dankjewel. Oké, daar gaan we weer. 0-0.
Ja, dankjewel. En dan. Mander. Zes. Gelijk. Thank you.
maar. Thank you.
Game ball. Oh!
Geen bal. What happened?
Crash me. Team 3, let's go.
en daar 14 matchballs. Ontzettend trots op deze prestatie van Dirk. Het was duidelijk te zien dat Bastiaan een maatje te groot, maar vooral te goed was. En dan is Dirk toch echt wel heel erg goed. Maar geef hem een heel groot applaus. Dirk Kuiper! Over een minuut of vijf zullen we verder gaan met de volgende wedstrijd. Dus je hebt eventjes tijd om even een drankje te doen. Even een pasje te doen, dan zien jullie zo meteen graag terug voor de wedstrijd tussen onze topmannen. Tot zo!
Thank you.
zoek jullie plaatsen allemaal op, dan gaan we verder met de volgende wedstrijd. Huh? Huh? Mag ik een groot applaus voor de nummer 8 van de wereld, Simon Kok. En een nog veel groot applaus voor onze eigen Dennis. Thank you.
So number one, string players. Simon Rushner. Police attempt to serve. Selby, focus source, achter commissie. Best of five games. Love all. Come on now. Five, two.
Yeah.
Thank you.
bedacht? 7, 8.
sluitende aanval. Yes. A let go on no. And counter shot. Thank you.
naar de naam. Kentje Twente, nog even. Ja. Goed dat ik het voor jou. 11-9, Kentje Twente. Komt u Thank you.
3-4. Come on, Daryl. We see the same as you. Okay, thank you. Yeah. Like to see me. Thank you.
zijn. Wederom moeten we deze primeur kunnen aan onze gasten uit Twente. Mag ik een groot applaus voor Simon Ruffel? En voor deze spectaculaire show. Hij heeft het volgestreken. Zo close. Geef een groot applaus. Daar is Simon. Tradities worden geboren op zulke avonden. We hebben het gezien, ze hebben goed gekeken naar de wedstrijd die hiervoor was. Ik geloof, we hebben geteld 5, 6 werkjes, hebben we gezien? Ja. Toch? Zo is het. Volgens mij heeft ook Simon getraind met de acrogym-dames. Want volgens mij sprong hij hoger dan dat zij die lucht gegooid werden. Dat is een beetje af. We gaan eventjes pauzeren, even een klein slokje drinken, een plasje. Over 5, 6 minuutjes gaan we weer verder met de volgende en laatste wedstrijd tussen Thijs en Kandra.
Kijk. Kom voor. Thank you.
Yes, sir. 10-9. Okay. Nice. Thank you.
Prima. Thank you.
Thank you.
hand out. One foot. Geef ze een groot applaus aan het hele dorp.
wel in ieder geval. Volgens mij was het weer een spektakel vanavond. De volgende wedstrijd is ook thuis voor ons, 31 januari. We zullen dan weer moeten gaan uitbreiden en ik hoop jullie allemaal terug te zien. We zullen dan spelen tegen de heren van Victoria Rotterdam. Met in hun geleden onder andere Cameron Pilling, Nederlands kampioen Piero Sveerman. Dat belooft veel moois. Zeker gezien wij van plan zijn. We hopen dat het lukt. Rami Assur die wedstrijd laten spelen, dat is in ieder geval geregeld. We hopen dat hij heel blijft en dat hij Tournament of Champions goed overleeft. Op 2 zullen wij daar spelen met Tom Richards, de nummer 28 van de wereld. En op 3 uiteraard weer plaats voor deze fantastische topper. Dat mag hij hersteld zijn. Geef hem nog een keer een groot applaus. Thijs Rauw. Dankjewel allemaal, fijne avond, tot snel! Yo.